speeldag van speelronde 10. Dit is de derde wedstrijd en deze wedstrijd gaat tussen de ploeg van Voorwaarts en Santos. Voorwaarts in traditioneel geel-zwart, Santos in zwart-wit. Hier zien we de captains, Guillermo Rawlings aan de zijde van Santos en aan de zijde van Voorwaarts is Bernal Linga, de captain. Hier nog de coin toss. Dat is Alexander. De arbiter vandaag heeft nog een laatste woord met de captains en zijn assistenten Junior Scholsberg en Orban. En de fourth official is Sergio Rosenhout. Santos verloor hun voorgaande ontmoeting nog met 3-0 van Inter Mungotaku. Daarvoor speelden ze nog een heel sterke partij tegen Transvaal. En de ploeg van Voorwaarts won vrij overtuigend hun laatste ontmoeting met 5-1 van de ploeg van Flora. Hier een kans voor Amentani, maar hij schiet naast. Javier Seiler probeert daar voor te trekken. De herkansing, een kopbal voor Ulrich Overman, maar dat gaat net over. Bernal Linga pas lang naar Ulrich. Overman schiet en een prachtige save van Guillermo Rawlings. Wat een save. Goeie kans voor Overman. Pas naar Hoepel en hij kopt en daar komt hij tegen de deklat. Voorwaarts, constant in de aanval. Hier wederom zo'n aanval van voorie. En daar komen ze tot een doelpunt. Nee. Dat wordt gelijk afgekeurd. Een overtreding, zegt de arbiter. Daar Santos. Svensson Veller schiet voorlangs het doel. Niemand om erin te koppen. Gouden kans voor Santos. Referee Dennis Alexander fluit voor de laatste maal in deze eerste helft. En ploegen gaan de rust in met de stand 0 voor Santos en 0 voor de geel-zwarten Voorwaarts. De tweede helft gaat van start en laten we kijken wie als eerst tot scoren kan komen. Alvaro Gemerts krijgt de bal van Hoepel, daar lang, maar naast het doel. Seiler speelt naar Jefgen Sander. Jefgen probeert daar doelman Rawlings te loppen, maar dat gaat net naast het doel. Brunel McIntosh bereikt Amil Rijngoud. Elil Apassi en Emil Lafde schiet en het is een doelpunt. Goal. Lasso. En het is 1-0 in de 83ste minuut van de wedstrijd. Is het Elil Apassi die daar het eerste doelpunt maakt. Een mooie actie van Santos. De ingevallen Runel McIntosh begint de aanval. En Amil Rijngoud geeft de laatste paas richting Elil Apassi. Die keurig erin kogelt voor 1 Santos 0 Voorwaarts in de 83ste minuut van de wedstrijd. Daar een vrije trap. Maar Fernando Hoepel die kop naast het doel. Nog een laatste vrije trap. Hoog over alles. Geen tijd voor een laatste aanval. En de
Jongens van Santos pakken de eerste 3 punten dit seizoen binnen. De felicitaties aan trainer Glenn Dors en de jongens van Santos met deze grote overwinning. De eindstand Santos 1 voorwaarts 0.